Mijn naam is Michael Kortekaas en wellicht hebben we elkaar ooit ontmoet tijdens mijn carrière binnen de overheid. Met SEALS en Sportacademie als achtergrond heb ik 12,5 jaar voor politie en defensie gewerkt. De World Police and Fire Games waren altijd een hoogtepunt. Het begeleiden van deelnemers naar de games. Vandaag mag ik iets vertellen over mijn achtergrond en gedachtegoed op het gebied van fitheid, vitaliteit en mentale veerkracht. In 2010 werd ik door de Politieacademie Ossendrecht betrokken bij, denk ik, het grootste opleidingsproject ooit. Mentale kracht. Alle 65.000 medewerkers van de Nationale Politie hebben de afgelopen 12,5 jaar inzichten gekregen op mentaal gebied. En ik heb veel mensen en teams van ons mooie korps voorbij zien komen. Al snel volgde de brandweer, justitie en douane met soortgelijke programma's. Met passie vertel ik over de professionaliteit en de loyaliteit waarmee jullie je elke dag weer inzetten. Ik kan jullie vertellen dat het mensen een veilig gevoel geeft dat jullie dag en nacht voor hun klaarstaan. Dank daarvoor. Jullie hebben niet alleen mijn respect, maar ook het respect van veel andere doelgroepen binnen de overheid en het bedrijfsleven waarmee ik in aanraking kom. Graag wil ik jullie een inzicht geven. Mensen die beter kunnen omgaan met teleurstelling en tegenslag in hun leven, zijn vaak succesvoller, gezonder en gelukkiger. Deze competentie is mentale kracht puur sang. En de vraag is natuurlijk, hoe leer je dat? Hoe doe je dat? Het begint allemaal met wat kennis over de prefrontaal cortex. Met de prefrontaal cortex kunnen wij plannen, organiseren, logisch denken, creatief en innovatief zijn, rationele beslissingen nemen, empathisch vermogen tonen en emoties reguleren. De kunst is om dit gedeelte van het brein ingeschakeld te houden. Zeker als het wat spannender wordt of als het stressvol is. Minder zeuren en klagen, aannames, oordelen, discriminatie, homofobie en racisme. En meer acceptatie en loslaten. Vanuit verschillend perspectief kunnen kijken. Tot nieuwe inzichten kunnen komen. Inclusiviteit en diversiteit. Het begint allemaal met een fitte en ontwikkelde prefrontaal cortex. En met alles wat in de wereld gaande is, kunnen we iets meer denken en handelen vanuit dit gedeelte van het brein goed gebruiken. In de basis gaat het erom dat wij kwalitatief en voldoende slapen. Bewegen, want zitten is het nieuwe roken. En ontspannen. Oftewel, me-time creëren, gezonde voeding tot ons nemen en nieuwe dingen blijven doen. Daarna is het belangrijk dat wij de juiste doelen stellen. Een positief beeld, realistische en of helpende gedachten kunnen vormen. Leren focussen en met spanning kunnen omgaan. Sport brengt ons heel veel op dit gebied. Met sport bevinden jullie je in een mooie reflectie. Sport leert je namelijk samenwerken, concurreren en binnen vaste regels doelen bereiken. Sport leert je ook winnen met charme en op een waardige manier verliezen. En of je nou kijkt, helpt, begeleider, coach of deelnemer bent, jullie verbinden en geven het juiste voorbeeld aan de hele wereld. Zorg goed voor jezelf en de ander. Blijf in beweging en als je wat uitdaging zoekt, geef je dan op voor een van de sportonderdelen van de World Police and Fire Games. Je zult er geen spijt van krijgen. Ik wens jullie alvast heel veel succes en natuurlijk plezier. En wie weet zien we elkaar in juli in Rotterdam. Intussen, stay safe. Groet, Michael.